Wat fijn dat je eens in spreek tijdens jouw drukke agenda. En wat leuk dat je in Delenspaard bent. Maar ja, hoe is het ermee? Ja, het gaat goed. Ik ben nu hier bij het 2000 Café, waar ze mij hopen te steunen met het goede doel om naar de Paralympische Spelen te gaan in Rio. En ja, ik ben op de goede weg. Ja, want volgend jaar is de bedoeling dat je mee gaat doen met de Paralympics 2016 in Rio. Maar ben je daar al voor in training? Ik sta er goed voor. We hebben 6 tickets en ik sta op de 3e plek. En eerst komt de wereldkampioenschap nog in maart. En daarna ga ik doortrainen naar Rio toe. Dus je gaat ook meedoen aan de wereldkampioenschappen? Ja, klopt. Volgend jaar maart is in Italië de wereldkampioenschap gedaan. En dat is nog één moment om te laten zien wat je kunt en hoe je ervoor staat. Ja, want in 2013 ben je ook wereldkampioen geworden? Ja, klopt. In 2013 ben ik wereldkampioen geworden op de weg. En dat was redelijk verrassend. Ik was nog net begonnen met wielrennen. En het parcours lag me wel. En dat weekend ervoor was ook al heel goed. Dus ja, het zat erin. Maar ja, de dag moet gewoon kloppen. En die dag klopte. Ja, dat is mooi om te horen. Maar even voor mijn... Want wanneer ben jij begonnen met wielrennen? Want het is eigenlijk helemaal nog niet zo heel lang geleden eigenlijk, hè? Nee, klopt. In 2010 ben ik met de TCD uit Ballenbrug en Delenspaard mee gaan fietsen. En ben ik in 2011 in oktober naar een talentendag gaan voor het Paralympische Spelen. En daar speciaal voor het wielrennen heen gaan en daar ben ik eigenlijk uitgekozen. En mocht ik aansluiten bij het talenten. En in 2013 ben ik eigenlijk pas aangesloten bij de Nederlandse selectie. Dan is het wel in een stroomversnelling gegaan. Ja, klopt. Het is echt super snel gegaan en je moet ook een beetje geluk hebben met dat je in de juiste klasse wordt ingedeeld met je handicap. En voor mij is dat goed uitgepakt. En dan zie je ook gelijk dat je goed mee kunt komen. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar kun je ons meenemen in een week voor jou? Hoe een week voor jou eruit ziet? We beginnen op maandagochtend gewoon een uurtje buiten nog trainen of... Op de roller is met de fiets ook een roller dat je los fietst. Maar waar dan? Waar train jij? Ik zit nu door de week in Alkmaar, omdat de baan in Apeldoorn gesloten is. En ik woon in Alkmaar, eigen huis. En daar train ik op de baan met de selectie en veel ook alleen. En dan begint het op maandagochtend met op de weg trainen of op de roller. Dus dan is het krachttraining op de baan. En dan dinsdag train ik 2 keer op de baan, 's ochtends en 's middags. En woensdagochtend ook weer op de baan trainen. Woensdagmiddag op de weg. Donderdagochtend krachttraining. Donderdagmiddag op de baan. En vrijdagochtend op de baan. En vrijdagmiddag weer op de weg. En zaterdag is een rustdag. En zondag meestal 2 tot 3 uurtjes op de weg. Dus echt een druk programma. Ja, klopt. Elke dag druk mee bezig. Ook al heb je een rustdag, dan ben je er nog mee bezig. Want dan moet je echt je rust pakken om goed te herstellen voor de nieuwe week. Maar is het nou ook zo, want jouw doelstelling is om mee te gaan doen aan de Paralympics in Rio, dat je straks jouw training nog intensiever wordt? Ja, klopt. Richting de Spelen ga je natuurlijk nog harder werken aan dingen wat beter kan. Maar ook nog zwaarder, zodat je... Ja, ze noemen dat supercompensatie als je hard traint en een week van tevoren niks meer doet en dan een wedstrijd zou hebben, dat je dan nog fitter bent. En dat is de doelstelling ook richting Rio. Maar nou, jouw stichting die jij hebt, hoe heet die? Dat is de stichting? Anno Top naar Topsport. Wat doet die stichting precies? De stichting ondersteunt onder andere mij. Nou, dat is niet het enige. Wij willen ook andere mensen met een handicap helpen om bij een club te komen of vereniging, voetbal, atletiek, maakt niet uit. Maar om daar binnen te komen. Heel veel verenigingen doen het moeilijk. Met mensen met een beperking om niet aan te nemen of ze zoeken niet naar een oplossing. De Tella's uit Hoogveen is een heel goed voorbeeld. Daar ben ik ook lid. Die hebben gekeken. Met wie kan Arnold meetrainen? Met welke groep?
En ik train met dames mee. Van leeftijd van 20 jaar. Is 6 jaar jonger dan hij. Nou, ik kan mee trainen en dat is een goede oplossing van de club. En er wordt eigenlijk heel weinig gedaan bij andere verenigingen. Waardoor mensen met een beperking eigenlijk niet aan sporten toekomen. En daarvoor ook die stichting dus? Ja, klopt. Wij willen mensen echt helpen om ergens binnen te komen en het voorbeeld te geven. Vooral van tellaars hoe die naar ons zijn gegaan. En dat aan de vereniging te vertellen. En als mensen daar dan meer informatie over willen, dan kunnen ze naar? Kunnen ze naar mijn site www.annenijhuis.nl. Daar staan de adresgegevens op van mailadres, telefoonnummer. En zo kun je in contact komen met mij en met de stichting. Arnoud, ik wens je heel veel succes op weg naar Rio. We steunen je allemaal en ja, succes ermee. Ja, dankjewel.